Heb je nou zenuwen zo voor het toernooi? Nee, nee, absoluut niet. Ik heb natuurlijk al heel veel toernooien gehad. En ik sta ook gewoon door het jaar heen gewoon 5-6 keer tegen die jongens te werpen. Het is wel het belangrijkste, natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus ja, dat brengt wel iets meer met zich mee. Weet je. 30 jaar is hij inmiddels, Erik Kadé. Toernooiervaring genoeg, maar op belangrijke momenten wist hij eigenlijk nooit goed te presteren. In de jeugd werd hij Europees kampioen, maar daarna won hij nooit meer een grote internationale medaille. Op de Olympische Spelen in Londen had hij last van een rugblessure. Op het WK vorig jaar speelde een voedselvergiftiging een parte en presteerde hij ook onder de maat. Kut! En ook dit seizoen loopt het nog lang niet allemaal op rolletjes. Het loopt niet heel erg constant dit seizoen. Dat is een beetje vervelend. Ik weet gelukkig wel wat ik moet doen en waar het aan ligt. Alleen, ja, het echt doen is een tweede. Maar ik weet dat ik fysiek ben en gewoon in orde en topfit eigenlijk. Dus ja, ik heb eigenlijk wel alle vertrouwen in dat ik op dat moment een mooie prestatie kan neerzetten. Kadé reist dus toch met een goed gevoel naar Zürich, waar hij sowieso de finale wil halen. Om die te bereiken moet hij in de kwalificaties bij de eerste 12 eindigen. Dat moet op zich wel lukken, mijn staat van dienst. En ja, als ik eenmaal in de finale sta, toch wel top 8 en hopelijk daar een uitschieter richting de top 5. En dan heel misschien, als alles mee zit, zit er zelfs een ereplaats in. Mijn doel is nog steeds om ooit een medaille te halen. En, mocht het nu niet zijn, dan wellicht misschien volgend jaar of Rio. Want uiteindelijk is dat gewoon het echte hoofddoel. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro dus. Maar dat duurt nog wel even. Nu richt Kadé zich alleen maar op het EK. Dinsdagavond zijn de kwalificaties en woensdag hoopt hij dan te schitteren tijdens de finale.